Welkom weer bij een nieuwe vlog. Deze keer pluk ik bessen en ander klein fruit in het voedselbosje in onze moestuin. Ik ga een heerlijk weekendje weg met een vriendin in een Goois natuurreservaat. Het is opeens ontzettend stormachtig weer, waardoor ik niet naar de moestuin kan. Dus dat betekent thuis zaaien, want ik was de paksoi glad vergeten. En ik kondig een heel leuke online masterclass aan die je eind juli kan volgen. Veel kijkplezier! Het is heerlijk zomers weer vandaag, dus in de pauze halen we een ijskoffie met wat lekkers in ons favoriete tentje Landhuis in de stad dat midden in het park ligt. S'avonds gaan we naar de moestuin, want daar hebben we verschillende voedselbosjes met rijpe bessen, bramen en frambozen. Het is vandaag vrijdag en samen met een vriendin ben ik een weekendje weg in een heerlijk huisje met een huiskat midden in het Goois reservaat.
Goedemorgen, het is vandaag woensdag, het is mijn moesmeisjedag. Dus dat is altijd een dagje dat ik niet meteen mezelf aankleed en lekker een beetje zo rustig de dag opstart. Ik had allemaal wilde plannen vandaag, ook dus om naar de moestuin te gaan en dat te gaan filmen voor deze vlog. Maar zoals je misschien al hebt gezien, het is echt super slecht weer. Het waait keihard, het regent. Ja, dan is het niet echt weer om naar de moestuin te gaan, denk ik. Ik had bedacht dat ik maar even een blik ga werpen in mijn zaaikalender. Nou, dat is dus gewoon een schriftje waar ik per maand opschrijf wat ik dan ga zaaien of uitplanten. Even kijken of ik alles wel in mijn moestuin heb gezet en gezaaid. En dan hoop ik dat ik vanmiddag misschien nog de moestuin in kan. Ik wilde dus eigenlijk gaan zaaien, namelijk deze slasoorten die ik al in mijn vorige vlog liet zien, hè. Oh ja, en daar heb ik dus nog die winactie mee lopen die ik in de vorige vlog aankondigde. Die loopt nog, even denken, tot en met dinsdag. Dus je kunt nog meedoen als je ook dit pakketje wil winnen. Ik ga even een blik werpen in mijn schriftje. Eens kijken of er nog dingen zijn die ik moet zaaien. Vingerhoedskruid, yay! Dat had ik vorige week gedaan. Dus dat kan ook weg. Een stokboon, even denken. Ja, dat heb ik ook gedaan. Hoppakee, want ik heb nog wat stokbonen naast de uitgeplante stokbonen in de volle grond gezaaid. Zodat ik een beetje twee bedjes heb. Zodat ik niet alle oogsten in één keer heb. En ik heb ook nog stokbonen in de achtertuin gezet. Naast de komkommer in de bak. Gewoon als experimentje. Ik dacht, nou, ik ben benieuwd. Misschien lukt het wel. Gewoon heb ik extra boontjes. En hier heb ik, ja, nog weer stokbonen. Nou, dat kan dan niet. Dat past niet meer. Helaas. Pak soi. Oh, kijk. Pak soi. Die was ik vergeten. Ik weet niet of ik daar nog zaden van heb. Herfstkrokus had ik bedacht. Dan moet ik even bij een biologische kwekerij kijken of ze die al hebben. Ja, en de rest is augustus. Dit is alweer, dit is de nateelt alweer. Dan kan je van zien wat ik als nateelt altijd kweek. Snijbiet, raapsteel, pluksla, veldsla, spinazie, winterposselijn. Dat zaai ik allemaal nog in augustus. Ik ga even kijken of ik nog pak soi heb. Een van mijn twee zadenzakjesdoosjes. Ik denk namelijk dat ik geen pak soi meer heb. Maar wel tatsoi, geloof ik. Oh, kijk nou. Oeh, dit is wel echt leuk. Dan kan ik vandaag misschien dit even gaan voorzaaien. Dan heb ik toch wat te doen. Zo, het waait hard. Maar toch even potgrond pakken. Oeh, wat een weertje. Hemig. Even kijken. Oh, maar mijn saaie stekgrond, oh, staat hier. Nee, daar heb ik echt geen zin in. Ik doe gewoon potgrond. Pech. Komt vast ook wel goed. Even kijken. Oh ja, dit is wel een handig treetje. Dan kan ik gewoon meteen één zaadje per tree, per plugje doen. Dit is het. Oké. Okay. Even kijken. Oh, dan meteen ook. God. Oh. Ik gooi altijd alles erin. En als je dan de deur open doet, dan valt alles er weer uit. Dit is een project wat ik wil gaan doen in de zomer, als ik een maand vrij ben, dan moet ik deze kast van mezelf gaan opruimen. Maar nu niet. Zo. Wat niet weten, wat niet deert. Ja, ik weet het wel, maar ik zie het in ieder geval niet. Zo. Oh. Leuk dit. Dit heb ik wel een beetje gemist. Gewoon zo in mijn pyjama zaaien. Dat doe ik natuurlijk vooral in de winter en het voorjaar. En op een gegeven moment, ja, gaat bijna alles direct in de volle grond. Oh. Even uitkloppen. Maar nu kan ik dit weer lekker even doen. Ik vind het eigenlijk een beetje zonde om deze dure biologische potgrond hiervoor te gebruiken. Ik ben gewoon te lui. Ik heb geen zin om met dit weer die hele kast uit te ruimen. En de saai en stekgrond te pakken. Het zij zo.
Want ja, eigenlijk is zaai- en stekgrond iets handiger. Zeker met van die kleine zaadjes. Omdat het wat luchtiger is. En dit is veel compacter. En dan ja, kunnen ze gewoon net wat minder makkelijk wortelen. En normaal kun je er dan, als je dat wil, wat grof zand doorheen mengen. Maar ja, dat heb ik nu ook niet. Ik bedenk dit echt spontaan. Ik was die pak soi echt compleet vergeten. Dus dan maar zo. En dan zie ik wel hoe het gaat. Het komt vast goed. Leg ze er gewoon op en dan druk ik ze wel een beetje zo erin. Dat is beter. Ik heb ook de neiging om er overal... Oh, god, die zaadjes zijn zo klein. Om er overal twee in te gooien. Ik weet eigenlijk nu al dat de helft wordt opgegeten. Nou, meer dan de helft, maar ja. Slakken zijn ook echt dol op pak soi en op Chinese kool en zo. Dus, ja. We gaan het zien. Ik doe er gewoon nu even één per tray. En dan heb ik er nog een paar over. Maar dit is wel echt te weinig. Ja, ik ga nog even bij de Dutch Garden Seeds aan de bel trekken. Dan, als dit weer mislukt, grote kans, door de slakken, dan kan ik nog even bijzaaien. Ik blijf het gewoon proberen, want ik vind pak soi zo lekker om te wokken. En ik hou gewoon heel erg van Aziatisch eten. Dus ik maak met bijna al mijn kolen ook naast stampotjes soms vooral gewoon heel veel Aziatische wokgerechten. En ja, ik vind pak soi dan wel weer een leuke toevoeging in de moestuin. Maar ja, die slakken, echt lastig. Maar ik ga het gewoon weer proberen. En dan zie ik wel. Die kan weer terug. En dan ga ik even die box pakken om te kijken wat de schade van vannacht weer was. Zo. Toch aangeknaagd. Potverdorie. Wat een eikels. Hoe kan dit nou? Hoe komen ze die box... Oh ja, ik zie hier weer een mini slakje. Kijk nou. Zo heel klein... Maar ja, die richten dus echt alweer grote schade aan. Jij gaat naar buiten, vriend. Weet je wat ik ga doen? Ik ga weer voor de 100ste keer... toch maar weer even andijvie ook weer erbij zaaien. Want ik zie... Ik zal het even laten zien. Weer allemaal... andijvie die op is gegeten. Weg. Nou, dit is ook allemaal leeg. Dit is nog over. Oh, ik word er echt soms wanhopig van. Blijkbaar vinden ze knolvenkel niet zo lekker. Die gaat wel goed. En kijk, dit is de opgekomen vingerhoedskruid. Dat gaat ook goed. En hier heb ik nog leeuwenbek en stokroos en nog één koolrabi. Oh ja, dit wilde ik ook nog even laten zien. Wat ik heb gedaan is mijn tomatenplanten onder het afdak gezet. Dat is heel fijn dat ik dit heb. Want als je ze dus in pot hebt staan, dan is het voordeel dat je ze kunt verhuizen. Dus heb je dat nou ook en regent het nou veel, dan kan je ze het beste even ergens op een beschut plekje zetten. Zo. Het gaat hier tekeer, joh. Ik denk dat de regentonnen... Die zit denk ik weer propvol. Dat is dan wel weer fijn. Nou, ik ga lekker naar binnen. Even de andijviezaden gaan opsnorren. Nou, soms denk ik echt wel eens van, ik geef het op met sommige gewassen, maar ik wil andijvie. Gelukkig heb ik nog heel veel zaden. En poging 3. 3 keer een scheepsrecht, toch? Zeggen ze. Nou, maar hopen dat dat zo is. Waar ik nu wel sterk over zit na te denken, is om ze toch binnen te gaan opkweken. Want normaal, in normale huizen, als je geen huis uit 1910 hebt zoals ik, wat niet geïsoleerd is, dan is het natuurlijk vaak in het inhuis warmer dan buiten. Maar bij mij is het net andersom. Bij mij is het binnen kouder dan buiten in de zomer.
Dus eigenlijk kan ik ze net zo goed gewoon binnen opkweken in de slaapkamer. Want daar is het en zonnig, een paar uurtjes per dag in de ochtend. En eigenlijk dus koeler dan buiten. Dus dan zit ik niet met die slakken. Ik denk echt dat dat veiliger is. Ja, oké. Okay. Naar de slaapkamer. En dan doe ik dat met die vingerhoedskruid ook. Want die werd dus de vorige keer ook opgegeten door de slakken. Die anderen die zijn denk ik groot genoeg. Die redden het wel. Alhoewel, deze twee. Die stokroos. Ja, nee, die ga ik ook verhuizen. Zo. Die leeuwenbek vinden ze blijkbaar niet lekker. En die koolrabi is al te groot. Dus die gaan hierin. En de rest gaat gewoon lekker naar de slaapkamer. Zo, de plannen zijn ondertussen veranderd. Welcome to my life. Want ik ontdekte net, toen ik in mijn agenda keek, dat ik vandaag een deadline heb voor mijn column voor dit magazine. Het ledenblad van Samen Natuurlijk Tuinieren. En daar heb ik een vaste column in. Dit was mijn bijdrage van de vorige keer. Dat ging over bloemen in de moestuin en waarom dat belangrijk is en leuk. En nu ga ik een column schrijven over wat je in september, want dan komt die uit, nog allemaal kunt zaaien. Omdat veel mensen natuurlijk, zeker als ze beginnen, niet weten dat je dan nog dingen kunt zaaien en planten. Dus dat moet ik doen. En ik kreeg nog een appje van Karin van Leefstijlhoer. Is ook wel leuk om te volgen op Instagram. En zij vroeg mij of ik weer een online masterclass wil geven samen met twee anderen. Op haar account. En dat leek me heel leuk. Dus we gaan even overleggen hoe we dat precies gaan invullen. Dus ja, dan die moestuin. Dat gaat me niet meer lukken. En als ik naar buiten kijk, kan ik me ook niet voorstellen dat het nog echt droog gaat worden vandaag eigenlijk. Dus ik laat het maar gewoon even volgende week maar weer. Dus ik ga met haar even overleggen. En mocht je nou het leuk vinden om die online masterclasses te volgen, dan kun je je binnenkort aanmelden. Via mijn Instagram account kun je dan aanmelden. Want ik krijg altijd een kortingscode. En dan hoeven mensen in plaats van 7,50 nog maar 5 euro te betalen. En dan krijg je dus 3 online masterclasses voor. En daarna kun je nog vragen stellen. Dus mocht je dat leuk vinden, daar ga ik het dus ook hebben over nateelt. Dus hoe je kunt zorgen dat je echt het hele jaar uit je moestuin eet en niet alleen maar in het voorjaar en de zomer. Ik ga nu lekker tikken. Ik ga je ook meteen gedag zeggen, want ik heb deze week dus geen tijd meer om verder nog te filmen. En ik hoop je de volgende keer weer te zien. En ben je nou nog geen abonnee en vind je mijn video's leuk, abonneer je dan even. En als je op dat belletje klikt, dan krijg je automatisch een seintje wanneer er weer een nieuwe video online staat. Want ik maak dus niet alleen vlogs, maar ook video's over allerlei groenten en hoe je die kunt kweken. Dus mocht je dat leuk vinden, abonneer je, zou ik zeggen. Ik hoop je volgende week weer te zien. Oké, doei doeg! Dikke vette bessen. Mulberry.